We zijn naar volle pad. Zet je vette motor op. Oh, hij knalt erop. Twee 1-1 heb ik erbij gevoegd, dus hopelijk komen ze snel ook aan. Probeer op de band te schieten. Yo mensen, super tof dat je weer kijkt bij deze nieuwe video. Gaan vandaag bij GTA 5 LSP video van vandaag op de motor. I know, het is niet helemaal realistisch omdat het nou op de Marseille motor zit als een agent. Maar ik wou gewoon in ieder geval proberen om nog die auto te veranderen. Maar vergeet zeker geen duim omhoog, vergeet ik niet te abonneren. Alleen het is eventjes wat lastiger met die sheriff auto. Dus ik heb het echt het gevoel dat ik binnenkort gewoon mijn GTA even helemaal weer een frisse start moet geven. Want het gaat niet altijd helemaal goed. Lichten doen het helaas niet op deze motor, dat is echt heel vervelend, maar ik hoop dat de volgende keer dat echt zo snel mogelijk is geregeld. Ik probeer dat zo snel mogelijk te regelen. Dus we zijn vandaag eigenlijk de Marseillais, maar dan weer op met de politie outfit. Even kijken, waar is dit? Nee. Dus dan gaan we gewoon wachten wanneer we meldingen krijgen op mijn vliegveld. Dus we gaan even een melding aanvragen, tenminste. Wat er in je vliegveld is. Ja, deze is wel op het vliegveld. En dat is een armored. Oh, dat wordt gevaarlijk, dat wordt heel gevaarlijk. Hij zegt dat ik prio 1 moet rijden, dus daar ga ik op af. Oh. Kom op. Go, 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 go. Oh, hij rijdt in de bus. We gaan nou richting politiegebied. Maar ik ga nog wel achterna. Dus we gaan naar volop af. Het is echt een vette motor hoor. Oh, hij knalt erop. Twee 1-1 heb ik erbij geroepen, dus hopelijk komen ze zo snel ook aan. Probeer op de band te schieten. Stoppen. Ja, kom. Voor die auto. Lekker. Oh nee, collega's. Ik heb zijn band, volgens mij. Hij doet zijn handen omhoog. Jullie allemaal je handen omhoog? Jij ook? Oké. Okay. Hop, eruit. Ik gooi ze even er allemaal uit, want die wordt aangehouden. Gooi ik deze eruit. Zo, die wordt helemaal... Zo, die wordt eruit gegooid. Nee, ik wil niet in hem. Ik wil niet erin. Ik wil niet erin. Oh, oh. Nee, ze zijn allemaal aangehouden, allemaal collega's. Ja, het is wel vervelend hoor, dat zit met die outfitjes en zo, dus ik denk echt dat ik mijn GTA even helemaal opnieuw moet doen. Maar ja, dat wordt dan weer echt een hele zooi weer. Qua puzzels en al, maar dat komt wel goed. Dan rijden we even terug naar het vliegveld waar wij horen. Ja, wel met politieuniform, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik rij aardig hard eigenlijk, moet ik het niet doen. Ik ga gewoon lekker rustig aan, er is niks aan de hand. Dan houden wij gewoon alles hier heel netjes in de gaten. Hopelijk gaat het ook, tenminste als alles zo netjes blijft hier. Die prisonbus ga ik denk ik vervangen naar een... in ieder geval, ik heb al zo'n hele mooie justitiebus gezien. Die heb ik ook al eens gezien, dus die wil ik eigenlijk proberen erin te gooien. Dus dan gaan we hier even kijken, want hier, deze mensen, natuurlijk bij het vliegveld moet alles goed beveiligd worden. Als er iets gaat gebeuren, dan staan wij klaar. Maar ik zie gewoon geen andere collega's, alleen ik ben er. Ik weet niet, ik vertrouw het niet helemaal. Als ik hier dan helemaal alleen ben. Doen we nog een call? Ja, dat is niet een...
Ja, ik heb een prisoner escort, maar ik zit niet in de auto, dus ik kan hem niet meenemen. Een Grand Theft Auto, er is een auto gestolen. En dat kan best wel, want vaak bij vliegvelden, dan staan er altijd auto's geparkeerd, dus dan. Er zijn collega's ook onderweg. Hij rijdt in best wel snel aan, zo te zien. Maar deze BMW-motor is ook aardig snel. Sorry, die heeft echt een dikke wagen gestolen. Oké, dan de. En een local SWAT team deze kant op. Tenminste, als we hem aangehouden krijgen. Ik wil zijn banden schieten. Waar is mijn backup? Waar is mijn hulp? Ik ben hier in mijn eentje. Ja, daar is mijn hulp. Hé, nog meer marechaussee collega's. Met politieuniform. Dat is één man, dat was een man. Hup, eruit. Verlies aangehouden. Hij is aangehouden, dat is helemaal mooi. Dan kunnen wij weer verder in dienst. Trouwens, nog voor de mensen die weten hoe de ambulance nou uitziet. De ambulance heeft ook veranderd. Dus ga ik even een backup halen van ambulance. Want dan. Dan kan ik die ook even aan jullie laten zien hoe de ambulance er nou uitziet. Brandweer moet nog veranderd worden, maar. Het komt later pas. En dan komt hij aan. Ja, vanaf de verte zie je nog niet die streep, maar. Weet je. Nou, kijk eens, daar hebben we hem. Hallo, ambulance. Het is wel een mooie ambulance, hoor. Zo, jullie kunnen ook weer verder in die story naar tevoren dat ik jullie heb gehaald. Een gestolen politie. Auto, dan gaan we daar sowieso even kijken en op een vliegveld. Dus we gaan er heel snel heen. Vooral achtervolgingen krijgen we vandaag, jongens. Dat is wat voor handhaving, maar hij deed helemaal niks. Een beetje stilstaan. Zo, even een stopteken geven dan. Nou, die wil niet stoppen, meneer. Oh, we zijn met z'n tweeën, dat kan ik niet alleen aan. Zo. Een paar autootjes erbij gehaald. Oh, een vliegtuig! Pas op! Wow. Ik hou wel een beetje afstand van het vliegtuig. Oh nee! Officieel hoor je helemaal om weg te blazen achter zo'n vliegtuig. We moeten heel snel voor dat vliegtuig proberen te komen. Zo, deze man, die wil niet stoppen. Stop. Stop. Wat kan ik ook roepen?
Hij zit hier met ons te dollen, jongens. Ja, één man lek. Ja, dat was ik. Hij is echt met ons te dollen hoor, ik ga gewoon afstappen hoor. Nog een man lek. Oh, nu zal hij toch wel gepakt moeten worden. Nog een man lek. Oh, deze vent. Ja, lekker. Hup. Oh nee, collega, wat doe je nou? Hup. Oh nee, collega, ik moest gewoon aangeven op mijn eigen collega. Oh man. Hup eruit. Wow. Volgens mij kan hij hem niet pakken, volgens mij. Dan ga ik even van die auto van de hand. Dus die hebben wel gekke muziek in die auto staan. Zo, die is aangehouden. Helemaal top, jongens. En dan was dit de video. Vergeet zeker geen duim omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren, zodat ik super tof zijn. En zie ik jullie later weer bij een nieuwe video.